We zijn vandaag de gast bij het Koninklijke Conservatorium voor een gezellige open dag. Kijkt u naar deze impressie. We hebben jullie net zien optreden. Hoe was het? Ja, het ging wel goed. Ja, volgens mij vond iedereen het al heel erg leuk om te spelen. En volgens mij was het publiek ook wel heel erg enthousiast. Dus daar waren we allemaal heel erg blij mee. En ja, ik heb zelf ook wel heel erg lekker gespeeld. Nou waar wat ze altijd vertellen dat muzici met de instrumenten, soms heb je er een hekel aan en soms vind je het fijn om met dat ding te spelen. Ja, dat klopt zeker wel, ja. Bijvoorbeeld, ik haat het om het klaversymbool samen te spelen, dus ik ben blij dat ik daar niet al te vaak mee samen speel. Maar ja, soms moet het gewoon. En hoe vaak moet je vandaag nog? Moet je nog één keer of zijn jullie al klaar? Vanochtend heb ik een aqua-concert gehad met het orkest. Ja. En daarna hadden we nog een repetitie met dit quintet. En ik heb dus net een concert gehad en daarna heb ik nog een openbare les. Ja. En daarna moet ik nog naar een ander orkest waar ik aanvoerder ben. En morgen heb ik ook nog allerlei dingen, dus het wordt een druk weekend. Oké, ik zou zeggen, geniet er even van de muziek en sterk er nog even mee. Dankjewel. Maar digitaal komt toch wel behoorlijk in de buurt, hoor. Dus wat betreft... Misschien moet je even een mooie zweetje maken. Ik weet niet of het te donker is nu. Kerstverlichting doet het altijd goed. Ja, precies. We zijn hier bezig in deze studio van het conservatorium in Studio B van de afdeling Art of Sound. Zijn we hier bezig om de opname die we hebben gemaakt gisteren in de Kees van Barenzaal, die zijn we nu aan het mixen hier zo. Met dit grote mengpaneel zoals je hier voor ons ziet, kunnen wij dus de sporen die we hier hebben, we hebben 24 sporen. En dat wil zeggen dus dat we voor elke instrument hebben één microfoon neergezet. En die hebben dus uiteindelijk, die komen dus uiteindelijk op elk kanaal hier binnen, zoals je ziet. Je hebt hier 24 kanalen. En die microfoons die kunnen dat hier allemaal afzonderlijk terugluisteren. Zoals, dit is dan sax nummer 3. Want ze zaten allemaal op een rijtje. En we hebben ze zo genoemd dat we op een gegeven moment sax nummer 1, sax nummer 2, sax nummer 3, 4, 5.
Gewoon voor ons om het makkelijk te krijgen, zodat we op het mengpaneel duidelijk kunnen zien van oké, dit was de middelste saxofoon, dus dat is de saxofoon 3. Die kunnen we dan uithalen. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook de bas selecteren. En die kunnen we dan zo eventjes eruit richten. Dat is even een heel klein voorbeeldje te noemen wat we zeg maar puur met die microfoons die we opgenomen gaan doen.